President Chandrika Prasad Santokhi wil meer betrokkenheid van de diaspora-gemeenschap bij het oplossen van de financiële crisis waarin Suriname verkeert. Die oproep deed hij tijdens een toespraak in Den Haag. Het staatshoofd vroeg de diaspora om zelf aan te geven hoe zij ingezet wenst te worden. Blijf niet langer aan de kantlijn staan, raak betrokken, zei Santokhi. Bij de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de gas- en olieindustrie zullen niet alleen lokale bedrijven, maar ook Surinaamse bedrijven in Nederland de voorkeur krijgen. De president zei verder dat de regering de samenwerking met Nederland wil versterken. In de afgelopen periode hebben beide landen getoond dat ze bereid zijn te werken aan de verbetering van de onderlinge relatie.